in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Welkom, Sebastian. Dank ik begin u. Met je te citeren. Ik doe altijd een inleiding. Maar als ik het zo zeg, dan denken ze dat ik van mezelf vertel. Het gaat over jou. Ja. Ik ben een kunstenaar. Al vanaf zeer jonge leeftijd heb ik het beeldend medium gezien als een middel mijn kritiek te uiten op de wereld. Om de dingen die ik bewonder te prijzen, om de dingen die ik dom vind belachelijk te maken en om het publiek van mijn werk na te doen denken over hun bestaan. Ja. Klopt, hè? Dat klopt, ja. Heb jij gezegd. Maar dat geeft gelijk voor mij al een paar vragen. Want dan denk ik, hoe jong was je bijvoorbeeld dat je wist dat je een kunstenaar was? Dat je dus anders dacht dan dat ik bijvoorbeeld doe? Nou, het is eigenlijk, als ik er nu op terugkijk, denk ik dat ik het altijd al geweest ben. Maar het is pas later dat ik dat besefte. Want, was je een heel ander jongetje dan andere kinderen? Nou, dat niet zozeer. Maar ik had wel bepaalde uitingen. Bijvoorbeeld, ik heb twee oudere broers. En je weet hoe het gaat met broers. Dat gaat niet altijd even gezellig. Dus als ik dan bijvoorbeeld ruzie had met mijn broer of iets. Nou, in plaats van tegen hem te gaan zitten schelden, maakte ik een beledigende tekening van hem. Okay. Dus, en zo uitte ik dat. Of al ook maar wel rustig voor je moeder. Ja. Als je twee jongens elkaar te lijf gaan, dan kan het beter. Als je dan gaat tekenen, is rustiger. Ja, nou ja, dat gebeurde ook wel eens hoor. Maar dat is dan een beetje een negatieve uiting. Maar het was ook op een positieve manier. Dat als ik bijvoorbeeld een film zag die ik helemaal geweldig vond. Nou, dan zat ik dagenlang allemaal tekeningen te maken wat daardoor geïnspireerd was. En ja, dat is voor mij mijn natuurlijke uitlaatklep geweest. En zo ben ik erop gekomen. Was je een eenkennig kind dan? Sorry? Was je een eenkennig kind? Nee. Dat hoor je wel eens, dat die ook dan allerlei dingen gaan uittekenen en zo, maar dat heb jij dus niet. Nee hoor, nee. Ik heb altijd genoeg vriendjes gehad op school en genoeg, Je had het dus over dat om dingen die je dom vindt belachelijk te maken en zo. Ja. Op welke manier uitte jij je kritiek dan destijds? Was je bijvoorbeeld een kind wat heel veel spaarde om dingen die je mooi vond, die je bewonderde, ging je dat verzamelen dan? Nee, eigenlijk niet. En dingen die je niet leuk vond, wat deed je daar dan mee? Ja, het is niet. Het verstandigste wat je kan doen is natuurlijk dingen die je niet leuk vindt ontlopen. Maar ja, om een of andere manier heb ik altijd al dat. Ik vind over dingen klagen, over dingen zeuren, dat vind ik eigenlijk ook wel stiekem heel leuk om te doen. Dus daarom, dan. Dus niet eens echt gemeend, maar gewoon om het zeuren, om het klagen. Ja, nee, dat niet. Het is wel gemeend. Het is wel altijd gemeend. Maar ja, het is dat ik. Ja, ik vind dat heel erg bevrijdend om dat te kunnen doen. Dat we bijvoorbeeld expres op tv naar pulp kijken. Zodat je daar lekker over kan zitten zeuren. Weet je. Ja, dat vind ik heerlijk. En dat doe ik eigenlijk ook met. Hoe word je dan bestempeld als dwars? Want als je dat lekker vindt, dan word je toch ook bestempeld als dwars, denk ik. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Hij zeurt om te zeuren. Ja. Of niet? Ja, er zijn mensen die ervaren dat inderdaad als dat je een beetje een oproerkraaier bent of vervelend wil zijn om het vervelend zijn. Ja. Maar nee, zo zou ik het ook weer niet noemen. Zo extreem is het niet. Nee, maar je hebt hele specifieke manieren om dingen te zeggen, want dingen die, ik vraag me dan dat dan af, hè, dingen die je dom vond of vindt, misschien nog wel. Die maak je belachelijk. Ja. En dan denk ik, hoe deed je dat dan voordat je echt kunstenaar werd? Deed je dat door anderen uit te lachen, belachelijk te maken? Of? Nee, het is. Als je aan mensen die mij kennen zo vragen hoe ik ben, dan zullen ze zeggen dat ik wel heel vriendelijk ben. Ik wil geen mensen beledigen. Ik wil geen mensen in het harnas jagen. En ja, het is ook niet zozeer dat ik het op de persoon doe. Het gaat mij niet zozeer om het individu met zulke dingen. Maar het gaat mij om algemeenheden. Dingen die wij als mens bijvoorbeeld heel normaal vinden. Als je een stapje terugneemt en je kijkt ernaar. En dan denk je eigenlijk van ja, eigenlijk is het toch best wel raar dat we dit doen. En al sommige dingen die we al honderden jaren doen. Want iedereen is heel normaal. Pas op hè, kom me niet als Zwarte Piet hè. Nee.
Nee, dat zal ik niet doen. Dat onderwerp zal ik laten rusten. Omdat je dingen die honderden jaren bestaan en zo. Daar ben ik dol op. Maar jij bedoelt waarschijnlijk algemeenheden die wij met z'n allen altijd gewend zijn om te doen. Ja. Daar zet jij kanttekeningen bij, want waarom doe je dat met z'n allen? Begrijp ik dat dan? Dat is inderdaad precies wat ik doe. Ja. Nou, je bent geboren op 29 december 1991, dus je bent nog maar 26. 26? Ja. Bijna 27. Ja. 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 Maar je hebt inmiddels wel de naam een zeer unieke, maar ook herkenbare stijl van werken te hebben. Ja. Je werk is kleurrijk, surrealistisch. Nou, dat klopt wel. Met onder andere maatschappelijke thema's. Ja. Wat maakt nou voor jou een maatschappelijk thema waarvan je vindt, daar moet ik over tekenen? Daar moet ik dingen over maken? Nou ja, het is, zijn bijvoorbeeld dingen die ik dan zelf ervaar. Dus ik heb bijvoorbeeld ooit een tekening gemaakt over wat eigenlijk dat ik daarmee wil zeggen. Dat wij als mensen eigenlijk vanaf geboorte, dan word je op school gezet. En dan ga je daarna studeren, dan zoek je een baan, dan ga je trouwen, dan krijg je kinderen. Dat hele riedeltje is al uitgestippeld. En dat je eigenlijk als een soort grondstof haast behandeld wordt als mens. En dat ervaar ik dan als ik dan bijvoorbeeld op school zat vroeger en ik ben niet gelijk met kunst bezig gegaan. Ik dacht eerst nog dat ik misschien wel gewoon een normaal kantoorbaantje ging nemen. Ja, en dan merk je dat hoe eigenlijk het zelfstandig denken eruit gehamerd wordt, zodat je binnen de vakjes past. Je moet volgens de normen en waarden leven die men leeft. Ja, precies. En dat eigenlijk... als je daar probeert van los te breken, dat wordt niet zozeer gewaardeerd. Mm. En ja, ik denk dat dat iets is wat voor heel veel mensen ongetwijfeld, ja, we doen het tenslotte al heel lang, dus het werkt voor een hoop mensen wel. Maar dat wordt dan gezien als een absolute regel wat voor iedereen geldt. En dat vind ik dan niet. Zie jij jezelf dan als, wat ze wel eens noemen, ik weet niet precies wat het betekent, maar ik vraag het toch. Zie jij jezelf dan als een vrije geest? Ja, ja. Ik vind dat zelf een vrije geest. Ik vind het zelf altijd een beetje zweverig klinken. Nou, daarom zoiets, zeg ik. Ik weet niet goed wat het betekent, maar dat noemen ze dan... Nee, maar ja, een zelfstandig denken, zou ik zeggen. Ja, en ik denk ook over alles heel veel na. Ik denk dat mensen dat misschien wat meer moeten doen. Dat weet ik niet. Een hoop onnodige bagage zou kunnen lozen als wat meer mensen wat kritischer zouden denken. Nee, maar ik heb juist van jou de indruk dat je juist heel veel nadenkt. Ja, nee, dat bedoel ik, ja. Want... ik heb dan dit, hè, is ook iets van jou. Een moeilijke uitleg van je, een moeilijke uitleg vind ik het dus. Of je legt het op die manier uit. De dingen die wij vanzelfsprekend vinden en als onomstotelijke waarheden beschouwen, zijn veelal constructen om ons nietige bestaan enige betekenis te geven, zodat wij ons beter voelen dan de verzameling van biologisch materiaal. Ja, je lacht. Ja. Biologisch materiaal en chemische reacties die we eigenlijk zijn. Pff, ik snap er niks van, man. Wat ik daarmee wil zeggen is dat ik ben zelf heel, heel nuchter kijk ik naar dingen. En ik probeer geen aannames te doen over dingen die we niet weten. Dus ja, daarmee keer ik altijd een beetje tot wetenschap. Dus dan kan je denken aan natuurkunde en biologie. Daar gaat het over. Oh, maar ik heb ook iets waarvan ik denk van jij wil ook... Nou, dat komt dan straks wel op. Ja. Zeg ik straks. Geef niet. Je bedoelt dus dat we... Het is ik snap het nog niet. Het is, we zijn een verzameling van biologisch materiaal en chemische reacties. Ja, en veel meer dan dat is er niet nodig. En dat is, zo zie ik dat. Mensen verzinnen er allemaal dingen bij en dat is het menselijk ego. Wij vinden onszelf zo... belangrijk en wij zijn zo geweldig, daar moet wel van alles achter zitten. Daar moet wel een groot plan voor bestemd zijn. Ja. Waarom? Waarom moet dat per se zo zijn? Als je kijkt naar de wetenschap, een menselijk brein is ontzettend complex. Dat is, dat is volgens mij zelfs het meest complexe construct wat in het universum bekend is. Dat kan al tot zulke geweldige dingen, zoals het feit dat wij dit gesprek nu kunnen voeren, is daar een gevolg van. En ik vind dat mensen dat tekort doen door
andere beweringen daaraan vast te plakken. Dus ik zeg van nee, je kan gewoon kijken van wij zijn gewoon organismes, net als een mier of een bacterie. Mm. Alleen wij zijn veel verder ontwikkeld. Ja. En dat is op zich ook al een heel mooi poëtisch iets, vind ik. En ja. Je zegt ook dat onze wereld bijna surrealistisch is. Ja, en dat is dan met... Dat bedoelde ik net. Is dat dan niet een beetje in tegenspraak? Nee, want dat is dan weer wat wij als mensen allemaal erin kiepen om dat leven betekenis te geven. En dat wordt dan allemaal eigenlijk heel raar, vind ik. Bedoel je daarmee dat we onszelf interessanter maken dan we zijn? Ja, eigenlijk wel. Kijk, ik ga je nog, ja, kijk, nog zo... een kwartier, dan ga ik je erop begrijpen. Ja. Zo kun je het met minder woorden ook zeggen natuurlijk, ja. Ja, ik ben niet zo'n diepdenker. Dus als ik jou dat hoor vertellen, dan denk ik, bedoel je dat er dan mee? Ja, dus. Okay. Ja. Jouw werk wordt vergeleken met het werk van Jeroen Bos. Klopt, dat hoor ik vaak, ja. Dat hoor je vaak. En dan denk ik, dat moet een enorm compliment zijn. Vind dat ik wel. Jeroen Bos is voor mij echt een enorme inspiratie. Het is misschien wel mijn favoriete kunstenaar aller tijden. Ik zie hem als de grondlegger van het surrealisme, terwijl hij eigenlijk niet binnen die stroming hoort. Maar als je kijkt, zijn werk was altijd vanuit de kerk, kreeg hij de opdracht om werk te maken. Maar ik krijg uit allerlei uitspraken van jou juist de indruk dat je daar helemaal niks mee hebt. Nee, dat klopt. Maar als ik kijk naar zijn werk, dan is het bijvoorbeeld, ze noemden hem de duivelmaker. Ja. En daarvoor moet hij een enorme verbeelding gehad hebben. Want ja, niemand heeft ooit een duiveltje in het echt gezien. Nee. En dan die bizarre figuren die hij vanuit zijn verbeelding, en dan ook in die tijd... In de late middeleeuwen, waarin eigenlijk creativiteit en verbeelding werd nog niet echt in de kunst op prijs gesteld. Dus hij, ja, ik vind maar dat hij dat enorm... Maar is niet bang van zijn werk dan? Nee, maar dat was de bedoeling. Dat is waarom. Dat is waarom hij dat maakte. Ja, want doe jij het ook met hetzelfde idee? Nee. 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 Het is puur het beeld wat ik bij hem enorm inspirerend vind. Maar de... religieuze boodschap erachter, daar heb ik dan weer dan geen... Dan ben je vast wel eens gaan kijken naar dat hele grote drieluik van hem. Ja. Staat het in België ergens, toch? Dat zou ik niet meer weten, eerlijk gezegd. Ja, gewoon een heel groot drieluik. Ja. Een heel groot, levensgroot drieluik. Ja. Ik meen zelfs dat daar ergens in een kerk, dat ze daar een bepaalde schijnwerpers op gezet hebben, om daar een heel ander... En ik heb toen een documentaire gezien, om een heel ander beeld op te krijgen. Oké. Ja, ik weet het niet meer precies. Ik probeer nog een beetje duidelijker beeld van je te hebben, want zo zeg je bijvoorbeeld een totaal gebrek aan voorbestemde... ja, dan gaan we weer met dat geluid, hè. Ja. Een totaal... ja. Lach je me nou uit? Of nee, ik lach mezelf uit. Oh. Als ik dit hoor, dan denk ik, ugh. Een totaal gebrek aan voorbestemde betekenis laat namelijk alle ruimte over om zelf die betekenis in te vullen. Ja. Je vindt dat wij zelf onze realiteit maken en niet meer zijn als ronddolende organismen. Juist wel daardoor. Het is je vindt dat wij onszelf onze realiteit maken en niet meer zijn dan ronddolende organismen. Nee, ik denk dat u het verkeerd leest daar, want ik probeer juist te zeggen wat ik eerst zei van wij zijn... Dat is een hele minimalistische opvatting van wij zijn slechts biologisch materiaal en meer niet. Maar ja, dat is puur het wetenschappelijke beeld. Hmm. Maar als je dan gaat nadenken over van ja, wij hebben toch die capaciteiten en dat brein waarmee we enorm veel kunnen. Dan vind ik dat juist heel bevrijdend ook om te weten dat er geen... groot plan is wat voor jou, weet je, dat de weg al uitgestippeld is. Nee, maar je kan je eigen pad en dat kun je zelf en zo. Dat is je eigen vrije wil dus. Ja, dat is je eigen, dat kun je zo groot of zo klein, maar de een die wil de wereld veroveren, de ander die zegt van ik ben blij als ik, en weet ik veel, als ik mijn rijbewijs haal, dat is voor mij wat wil jij? Groot genoeg. Ja, dat weet ik zelf eerlijk gezegd ook nog niet. Ja, maar je bent al heel jong. Leonardo da Vinci zei, je moet je doelen altijd hoger leggen dan je kan bereiken. En dat probeer ik na te leven. Dus ik hoop in ieder geval om toch als kunstenaar zijnde zoveel mogelijk daaruit te halen. Omdat ja, het zou natuurlijk mooi zijn als het straks Rembrandt, Van Gogh, Van Houwelingen is, dat de Hollandse meesters zijn. Maar ja, dan moet je toch in kijk, als je dat wil weten, dan moet je toch in wat meer geloven. Want dan kan je denken in die en normaal ga ik dat bekijken.
Nee, dat hoeft voor mij niet. Nee hoor. Dat is leuk voor mijn achterkleinkinderen. Ik begreep dus een heleboel dingen niet, hè, die je zei. Wat zegt dat over mij? Nou, dat, ja, dat, ik denk dat dat over u zegt dat dat... ja, niet iedereen is daar zo mee bezig. Constant alles helemaal uitplukken. En ja, voor sommige mensen kan dat ook, lijkt me dat heel vermoeiend. Dat je, dat je nooit eens een keer iets van... Je bent dus een ontstellende doordenker. Ja. Ik echt het uiterste, het alles wil weten. Eigenlijk wel, ja. Ja. Kennis is kracht, denk ik altijd. Maar wat ik dan ook een beetje begrijp van jou, dat mijn vrije wil, hè, daar hecht ik best aan. Ja. Ik denk dat ik een eigen vrije wil heb om dingen te doen of niet te doen. Dat is volgens jou dus misschien wel een illusie. Ja. Ja. Klopt dat? Nou, er zijn diverse filosofische theorieën over, hè, maar wat ik zelf denk is, vrije wil is inderdaad een beetje een illusie, omdat je natuurlijk, je bent genetisch op een bepaalde manier ingesteld al, dan ben je al geneigd om, bijvoorbeeld de ene is opvliegend, omdat zijn ouders dat ook waren, dus jij krijgt dat overgedragen. Dat drijft je al naar bepaalde keuzes toe. Dan zijn er ook nog eens omstandigheden die daar ook invloed op hebben. Dus dan neem jij die keuze, denkend dat dat volledig je eigen idee was. Maar eigenlijk waren dat die omstandigheden plus jouw genetische erfenissen. Juist. En dat je op die manier eigenlijk al, ja, je zou van iemand kunnen voorspellen van, oh, dat is er zo en dus die zal dat en dat gaan doen. Zelf zal die dan denken van, ik heb dat volledig zelf verzonnen. Maar het is voor een groot deel al, kijk, om te zeggen absoluut, het is absolute onzin. Nee, vrijwillig, dat zeggen, zeg ik ook bij jou niet, dus maar werkt dat blijkbaar niet. Dat werkt bij jou blijkbaar niet zo. Want ik heb je voor de uitzending gevraagd, van wie heb jij dat kunstenaarschap? Dus ja. Jij bent niet belast met dat genetisch materiaal en die omgevingsfactoren. Nee. Ja, waar dat bij mij dan vandaan komt. Een vrije wil? Ja, ja. Misschien bestaat het dan toch wel. Ja. Je kan overal over, met zulke dingen kan je overal over discussiëren of het wel of niet waar is. Het wordt al duizenden jaren gedaan sinds heb de oude Grieken. Heb je veel mensen die hetzelfde denken als jij? Ben je een uitzondering? Moet je wel eens boksen tegen die... Ja, nou ja, er zijn wel binnen mijn familie zijn we allemaal wel redelijk filosofisch ingesteld. Dat we het interessant vinden en leuk vinden om overal je vraagtekens bij te zetten. Vooral mijn moeder heb ik heel veel filosofische discussies mee. Ja, ja, er zijn wel mensen in mijn leven die ook zo zijn, ja. Nou, dat lijkt me namelijk heerlijk. Ja, is het maar ook. Dat meen ik echt, dat lijkt me geweldig als je dit soort discussies kunt, gesprekken kunt voeren met mensen die het kunnen volgen, die het ermee eens zijn of die dat kunnen aanvullen. Ja. Dat lijkt mij echt, dat lijkt me dan heel geweldig. Er zijn ook een hoop mensen die moe van mij worden. Die denken van, oh, komt hij weer om met dat gezwam. Kunnen we niet gewoon over voetbal hebben? Ik denk alleen, als ik het niet begrijp, dan denk ik, ja, hallo. Ja. Wie ben ik dan? Ik snap het niet. Maar goed, ja, dat is wat anders. Je werk is heel druk. Ja. Kleurrijk, vaak angstaanjagend. Is dat zo? Oh. Ja. Als je niet verder kijkt dan de oppervlakte, je moet je dat denk ik in jouw werk heel erg gaan verdiepen. Ja, ja, dat is het. En als je even kijkt, daar hing hier beneden een schilderij van je direct je binnenkwam links. En toen ik wist dat jij hier zou komen, ben ik daar gaan kijken en toen dacht ik, woe, dat is heel veel en een beetje angstaanjagend. Omdat ik het niet begreep. Maar ik heb nou andere dingen ook van je gezien, denk ik, ik had dus beter moeten kijken naar jouw werk. Ja, het is mijn. Wat ik altijd wil bereiken met mijn werk, is dat je er een beetje ingezogen wordt. En dat het ook iets is. Je hebt schilderijen, dat is dan heel groot en duidelijk. En je hebt het eigenlijk binnen één seconde, loopt langs, je kijkt en je weet wat er stond. Ik wil graag een werk waar je heel lang naar kan kijken, juist. En ook vaker. Als je dan. Steeds meer dingen ontdekken. Zo ongetwijfeld als je straks naar beneden loopt en je kijkt, dan zie je wat dingen. Dan kom je volgende week terug en dan zie je weer wat nieuws, wat je vorige keer gemist had. Je hebt er straks voor de uitzending, heb je hem al die, dat laten zien, dat het van dichtbij zag ik het niet. Maar toen je op 3 meter, 4 meter afstand stond, dat het gezicht helemaal te zien was. Ja. Nou, dat vind ik bijzonder, dat vind ik geniaal. Nou, dank u. Nee, echt, dat ik denk, god, zo moet je er dus naar kijken. Ja.
Van dichtbij zie je het niet, maar goed. Er is gelukkig nog altijd één ding wat door jou wel heilig wordt verklaard. En dat is? Het vergaren van kennis. Ja. Pure, neutrale, onafhankelijke kennis. Ja. Dat wordt door jou, tenminste denk ik, heilig verklaard. Ja, dat is de enige echte houvast, vind ik. Wat wij mensen hebben om vooruit te komen. Maar als jij zegt die kennis is voor jou heilig, dan denk ik dat zijn toch ook dingen die dan al bevestigd of bewezen zijn? Ja, maar dat is juist het hele punt, vind ik, dat het moet te herhalen zijn. Dat is een beetje de definitie van wetenschappelijk bewijs, dat het voortkomt uit experiment wat herhaalbaar is. En dat er elke keer dezelfde uitkomst uit zal komen. En dat het dan niet uitmaakt of Pietje of Jantje doet. Het is altijd hetzelfde. En op die manier kun je eigenlijk ontdekken wat nou echt is. En wat nou, ja, niet, ja, ik wil niet per se zeggen niet echt, maar wat multi-interpretabel maar is. Maar dat is tijdens onder echt. Als iedere keer dezelfde uitkomst, dan is het echt. Ja. Kijk, dat begrijp ik dan. Ja. We moeten dus nadenken over wat jij beschildert, wat je bedoelt. Maar als jouw werk bedoeld is als een karikatuur van de werkelijkheid. Hoe kom ik er dan achter wat jouw echte bedoelingen zijn? Nou, ik denk dat het... mijn bedoeling is misschien niet het meest relevante erin. Het is eigenlijk wat ik probeer met zulk werk, is om mensen een beetje een spiegel voor te houden. En sommige dingen die dan, die als heel normaal gezien worden. En dat je daar, als je dat dan heel erg opblaast, een soort van karikatuur van maakt, dan pas zul je zien van, oh, eigenlijk is het best wel gek. Dan zie je de waarheid. Ja, dat je denkt van, oh, nou goh, als je er zo naar kijkt, is het eigenlijk best raar dat we dit doen. En dat is eigenlijk een beetje de gedachte die ik bij mensen los wil krijgen. Dat je kritisch gaat denken over dingen die je zelf doet en die dingen die wij als geheel doen. Ik vind het inspirerend. Ja. Dat maakt me een beetje stil. Nee, ik vind het echt, ik vind het bijzonder. Je vertelt mooie dingen, maar je werk is ook bijzonder. Daar gaan we dus dingen van laten zien zometeen. Dus ik dank je vooralsnog, voor vandaag. Dank u wel, ook bedankt. Als jij nog even blijft zitten, dan sluit ik af. Is goed. Dat was het voor deze week en volgende week ben ik terug met een ander onderwerp en andere gasten. En als u thuis nu denkt, ik heb een onderwerp, een activiteit of een hobby waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. Deze uitzending is terug te zien via de lokale zender Slogo, maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. Alle voorgaande uitzendingen zijn terug te zien via www.huiskamervanvlakke.nl. En deze uitzending is ook terug te zien via mijn eigen Facebookpagina. Graag tot volgende week. Dag!